Meneer Verbaas, kunt u zich kort voorstellen aan ons? Ja, dat kan ik. Mijn naam is Peter Verbaas. Ik werk voor het Groente en Fruithuis. Het Groente en Fruithuis is de branchevereniging die de producentenorganisaties in Nederland vertegenwoordigt en de handelsbedrijven in Nederland die groente en fruit importeren, exporteren enzovoort. Wat zijn de belangrijke ontwikkelingen in die sector voor het onderwijs? Ik denk dat de sector steeds complexer wordt. Er wordt steeds meer gevraagd van mensen veelzijdiger, meer autonoom kunnen acteren. Dus daar hoort ook een behoorlijk denkvermogen en een hele brede beeldvorming bij. En daar denk ik dat de mbo-opleidingen ook behoorlijk aandacht aan moeten besteden. En dan heeft u dat concreet gemaakt met een keuzedeel. Daar bent u bij betrokken geweest. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, we hebben één keuzedeel nu concreet ontwikkeld. Dat gaat over het managen van incidenten. We zien dat processen die in bedrijven spelen niet beperkt zijn totgene wat in het bedrijf gebeurt, maar heel erg interacteren met de omgeving. De maatschappelijke vraagstukken nemen steeds verder toe. Voedselveiligheid, duurzaamheid, voeding en gezondheid, you name it. En we zouden graag zien dat studenten ook dat allemaal betrekken bij hun beslissingen en handelwijze in de dagelijkse praktijk. En hoe is dat uiteindelijk bij elkaar gekomen vanuit het bedrijfsleven, uw branche met het onderwijs in een keuzedeel? Hoe is dat gelukt? Dat is gewerkt in een clubje mensen, onderwijs en verschillende bedrijfsleven bij elkaar. Die hebben de behoeftes geïnventariseerd en deze module ontwikkeld. Dat is een interessant proces geweest. Vanuit het bedrijfsleven gezien is het onderwijs best wel complex. Maar misschien het meest lastige nog wel is de enorme hoeveelheid vakjargon en codetaal die daar gebruikt wordt. Dat is opmerkelijk en zeker voor ondernemers aan tafel heel lastig. Het vergt ook wel enig doorzettingsvermogen om daar in te volharden en naar het eind te komen. Uiteindelijk denk ik dat we een heel mooi module neergezet hebben. Wat vindt u daar precies mooi aan? De interactie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Er was enorme interesse van de mensen aan tafel uit het onderwijs om te komen tot iets praktisch. En de vrijheid die het bedrijfsleven ook had om daarin mee te denken, mee te sturen. Ik denk dat dat dé manier is waarop het onderwijs en het bedrijfsleven zo goed mogelijk op elkaar gaat aansluiten. Wat verwacht u uiteindelijk als de eerste studenten zeg maar, met dit keuzedeel in hun rugzak bij u in de bedrijven komt? Ik hoop allereerst dat ze een hoop plezier beleven aan het uitvoeren van de module. En ik denk dat ze daarna ook, zoals ik zei, met die bredere blik het bedrijf instappen. En niet sec zich bezighouden met het single proces. Maar veel verder kijken van wat doe ik nou en wat betekent dat echt. Hoe kunt u het actueel houden? Ik denk dat je dus dit soort sessies in een hoge frequentie zult moeten herhalen. Wat we nu ontwikkeld hebben is vandaag actueel. Actualiteit in het bedrijfsleven gaat heel hard. Dus je zult daar dicht bij elkaar moeten blijven en regelmatig elkaar moeten opzoeken. Is dit het nog? Zijn er nieuwe dingen? En daarmee aan de slag moeten gaan.